Nou, eens kijken wat we nu weer gaan krijgen. Volgens mij is dat diegene die wel vaker hebben gezien. Ja, ik heb daar ook nog een paar keer iemand inderdaad weggestuurd. Geloof ik een paar weken terug zelf een verbod gehad hoor. Ja, het zal me niks verbazen als het die veelpleger is hoor. Eens even kijken, de melding. De handhaving heeft iemand staande. Vraagt ons erbij vanwege dat het iemand is die zo vaker mee gehandeld hebben. Is een beetje lastig, waarschijnlijk dronken. 3 en 2. Ja, daarachter hè? Ja, bij de metro hier zo. Ja, zullen we hier ook die taxi staan plaatsen? Ja, ik zie de fietsen van zal staan. Ja. Dus even kijken of het er aan de hand is. Ah, motor is ook mee gereden. Ah ja, mooi. Waar zou dat dan moeten zijn? Hier beneden denk ik. Ja, de laatste keren zat hij beneden inderdaad. We zullen het zien. Ik heb er echt geen zin in als hij hartstikke lastig is. Hey, trouwens je pas mee, want anders kom je hier niet door de poortjes. Zeker. Ah, mooi. Anders ligt altijd nog een reserve in de auto. Ja, anders spring je er overheen, ja. Ja, dat kan ook nog, hè. Ik zie nog niks inderdaad. Nee, het is vrij leeg. Ik zal hier voor ons zitten ofzo. Ja, de laatste keer zat hij hier zo. Maar ja. Nou, nu niet zo te zien. Nee. Hé, hoe moet ik gebied verlaten? Ja, meneer. Oh, daar is ik. Mag ik zelf gaan kijken? Ja, meneer. Bedankt, meneer. Wacht even. Kan hij dan meteen even laten vallen? Wel even dat je flesje op de grond legt. Waarom? Is gewoon... Leg even dat flesje op de grond. Oké. Luister, mijn collega zegt dat. Jij legt hem nu op de grond. Goed zo. Mag even wegstappen van dat flesje? Hé, je mag ook stoppen met tuffen. Nee, ik moest die sigaar uit... ja. Ga maar even naar die muur. Dat doe je dan maar buiten, maar niet hier. Komen ze bij je. Mijn leven. Als jij even met... Hi, ik zal jou vast inlichten. Meneer is hebben meerdere malen gevraagd om het gebied te verlaten. Zoals u ziet heeft hij dit niet gedaan. Dus hebben jullie versterking bij gevraagd. Man reageert nou agressief af toen ons. Mm-hmm. Lijkt dronken. Ja, dat lijkt me wel duidelijk inderdaad. Ik ga eens even kijken hoe en wat... En laten we weten. Jullie hebben hem nog niet aangehouden of iets? Gewoon puur verzocht? Nee, alleen verzocht om weg te gaan. Goed. Ik ga eens kijken, jullie horen het. Ja. Dus. Hij is gevorderd het gebied te verlaten nog niet aangehouden. Dus gewoon nog wel. Regeren bevel vordering, dat hebben we sowieso wel. Meneer heeft voor mij geldig identiteitsbewijs. Hoezo moet jij nou weer mijn identiteitsbewijs zien? Nou ja, omdat u hier niet verlaat, meneer, collega's van mij van de handhaving vragen of u weg wil gaan. Dus bij deze moet geen geldig idee. Reageert u niet op, geeft u geen geldig idee, bent u aangehouden voor de wet idee. Oh, even rustig aan, hè. Ik ga al kijken. Ah, kijk hier. Dank u. Ik ga even controleren als je even verder kijkt. Ja, is goed. Zeg, je had net dat flesje vast. Heb je verder nog dingen bij die je bij mag hebben? Hoezo mag ik geen flesje bij? Nou, dat was een kapot flesje. Oh. Dat is racisme. Alleen omdat hij kapot is. Ja, dat wordt gezien als wapen, ja. Zeg, maar heb je verder dingen bij die je bij mag hebben? Gewoon even. Nou, nee. Dat ligt aan wat jij vindt dat ik niet bij me mag hebben. Ja, dingen die niet zijn toegestaan. Denk aan drugs, denk aan... Ja, alcohol is hier niet toegestaan. Wapens natuurlijk. Nee, ik doe niet meer aan drugs. Ja. Loop voor mij. Ja. Blijf even bij hem. Ja, nou, meneer heeft een gebiedsverbod, dus daar hebben we hem sowieso al op. Ja. Ik denk dat we hem gewoon gaan aanhouden. Voor 1, dat is gebiedsverbod. 2, meneer, wilt u daar niet heen gaan? Wacht even. Eens kijken wat we hier nog hebben. Ja, maar ik mag toch gewoon even babbelen met hem. Meneer, ik ga dat je afstand houdt. Nee, we houden in ieder geval... Ja, ik wil je maar vragen, dit stuk gebied te verlaten. Ik zie die meneer vaak, ik wil eens een babbeltje mee doen. Meneer, voordat ik u om weg te gaan, zodat wij onze taken nog
invullen en anders wordt u aangehouden. Maar welke taak? Kom maar mij. Wij zijn nu bezig met de politietaak van ons. Heel ja. En als u niet weggaat, belemmert u mij in mijn functie, dus wil ik graag dat u weggaat. Doet u dat niet, wordt u aangehouden. Oké, dus ik mag niet sociaal zijn met andere mensen ofzo? Hij is aangehouden. Wij zijn nu even. Ja, meneer mag even tegen de muur aan gaan staan. Gaan we even fouilleren. Anders blijf even. Oh nee. Nee, maar nee, laat nee. Even meneer, doen, joh. Blijf even meneer, staan. Hier blijven. Kom. Hé, hey, niet mee aanraken. Kom maar even mee, je bent aangehouden. Blijf je staan. Aangehouden. Hé, hey, luister, kom. Je hebt een gebiedsverbod. Dat wist je waarschijnlijk al. Dus dat betekent dat je gewoon niet in dit gebied mag komen. Oké, ik ga al. Nee, nee, meneer, even luisteren. Even staan blijven luisteren. Nou blijf hier. Jongen doen. Dat betekent ook dat je daarvoor was aangehouden. Die kant op te gaan. Maar ik merk ook duidelijk dat je wel iets hebt genuttigd. Waarschijnlijk alcohol, gezien ook het bierflesje. Dus voor openbare dronkenschap komt er ook bij. Is gewoon water. Oké, nou luister. Je bent niet tot antwoord verplicht op de vragen die we jou stellen. Je mag zelfs een raadsman ter plekke hier spreken als je dat zou willen. Je gaat in ieder geval zo meteen even met ons mee naar het bureau. Maar ik kan toch ook gewoon meenemen in mijn auto en dan meneer? Even wel even naar de andere kant. Ook voor u mag het gebied verlaten. Dit is de laatste waarschuwing, anders wordt u aangehouden. Voor wat? Voor sociale ja, armen verspreiden. Ga ik even, even naar de muur. Die kant mag u op. Mooie kerel ben jij. Meneer, mag even meekomen naar de muur, ja? Goed zo. Even hier zo. Armen spreiden. Armen spreiden. Voor deze vorder ik u voor om het gebied te verlaten, anders wordt u aangehouden. Dus voor je allerlaatste. De allerlaatste kans. Oké, okay, meneer gaat in de boeien mee, dus als u gewoon rustig meewerkt. Hey, je praat Chinees. Mag even uw handen bij elkaar houden, achter de rug. Kom. Kun je vertrekken, of je gaat ook mee. Ja, maar ik wil die gewoon even wegvoeren. Allee, ja, die moet toch niet met je ja, maar mee? Dat doen wij wel. Meneer, we gaan niet spugen. Kom. Ja, ik kan het thuis afzetten of zo. Luister, ik geloof dat het verhaal wel duidelijk is. Je mag gewoon vertrekken, anders ga je ook mee. Voor wat? Ik ben erg coulant geweest, weet je, of niet? Ik heb je nu twee waarschuwingen gegeven. De volgende is aanhouden, dan zit je ook 6 uur vast. Ik weet niet of je dat wil. Ja, nee joh, je gaat gewoon naar huis. Echt waar, godverdomme jongen. Dan wil je eens lief doen. Fijne avond, hè? Let op, hij spuugt hoor. Ja, daarom staat hij ook tegen de muur aan. Hij was alweer bezig. Ja. Nou, ik weet niet of mijn collega het vertelt, maar u wordt zo meteen voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Die gaat de aanhouding toetsen. Die gaat kijken hoe lang u gaat zitten, wie u bent en of wij de aanhouding volgens het boekje hebben gedaan. Ja, dat is uw recht. Daarnaast heeft u het recht op rechtsbijstand en consultatierecht. Dat wil zeggen dat u voor of tijdens het voor een advocaat mag spreken. Dus beide op eigen kosten. Ziet u af van dit recht, kan het in uw nadeel werken, omdat een raadsman heeft vaak meer juridische kennis dan u zelf. En dan mag u op het bureau straks een keuze maken of u gebruik wil maken van dit recht. Yes? Ik neem aan dat het een ja is. Ik geloof dat het niet helemaal binnen. Nee, ik denk het ook niet. Zwijgrecht. Zwijgrecht, oké. Okay. Wij nemen hem mee in de TZ. Let op. Hey, wil je nou stoppen? Ik ren wel even naar boven, even een spuugmasker pakken. Ja, ik hou me hier wel heel even tegen die muur aan. Raak me niet aan, is dure jas. Meneer, gewoon rustig blijven. Nu sta je nog en als je moeilijk gaat doen, dan leg ik je op de grond neer. Hohoho. Ik zou niet durven. Blijf dan lekker rustig, dan komt het zo goed. Heeft u verder nog iets richting jullie gedaan? Nee, niks. Oké. Zo. Mooi maskertje. Goed. Zo. Ja, kijk, there we go. Kijk. Het kwam uit. Top. Ben jullie in de bus? Die staat boven toch? Ja. Ja. Mooi man. Hey, collega's handhaving, als jullie even aan de achterkant willen afschermen, dat niet de idioot van net weer terugkomt. Komt goed. Had je hem nog gezien? Tijdens het lopen? Of, nee, ik heb hem hier niet gezien, maar je weet me nooit hè. Loop je genoeg gekken rond. Even van deze kant lopen dan. Yes. Je had hem gefouilleerd hè? Nee. Ja. Oh, jij hebt hem gefouilleerd, ja. Ik heb alleen zijn portemonnee, die heb ik even bij me, dus die geef ik zo aan jullie mee. Ah, die heb jij nog, hè? Ja, ik heb ze idee nog. Oké. Zit mooi in de binnenvak.
Als hij dan weg had gerend, dan wisten we tenminste wie het was. Top. Vrijheid, neef! Ja, gewoon lekker rustig aan. Nergens voor nodig. Maar kijk, ja, als ik gewoon even mee kan meenemen... Hey, broer! Daar is je weer. Ja, kom. Broer, meneer, je bent aangehouden. Laat die maar mee rijden. Je bent aangehouden, kom even hier. Boeien mooi even af je hand, broeien. Ga gewoon met mij naar huis. Staan blijven. Ja, wat? Ja, hier. Naar de grond. Wij hebben hier gevorderd het gebied. Hé, hey, waarom? Naar de grond. Hé, blijf hem af. Luister, we waren net heel duidelijk. Ja, bullshit. Daar gehouden we niet. Voldoende bevelvordering. Ik ben toch weggegaan toen? Ja, nu ben ik terug. Ik heb je gevorderd het gebied verlaten, dat ben je niet. Dus je bent toch uit de meter of niet? Ja, dat is niet het gebied. Je bent aangehouden. Godverdomme. Even omdraaien. Goed zo. Alleen nog even een postje voor hem erbij hebben voor het transport. Ja, dat kan wel even, ja. Ja, ik heb die gasten van jullie, ik heb die gast van jullie al in die bus gegooid. Dus ik kan wel even met hem hier wachten. Ja. Jullie met hem naar het bureau gaan. Ja, is goed. Ik heb hier zijn portemonnee, dus neem die even mee. Yes, geef maar mij. Hier, als jij eventjes veiligheidsviering bij hem... insluitingsviering bedoel ik, goedemorgen. Ja, ga ik doen. Bij hem doet, dan leveren wij deze even snel af en dan komen wij hem ophalen. Ja, yes, stop u. Doe maar even met een prioritje 2, hè. Ben er door even. Ja, doe maar. Dat is snelst. Ruur, hoe lang ik moet zitten? Nou, het is avond en tussen 12 en 9 uur 's ochtends tellen niet als zituren, dus... vanaf 9 uur 's ochtends hebben ze 6 uur de tijd om jou vast te houden. Ja, dus hoe lang ik moet zitten? Nou, reken maar uit. Je hebt tijd zit om het uit te rekenen. Nee, ik ben niet slim. Nou. En ik, ja. en ik heb bi-water op. Bi-water, oké. Okay. Ja. Ja, iets goeie. Oké, okay. Als jij dat vindt, jongen. Ja. Oké. Okay. Ga je handelen met hem al even snel, dan pak ik die ander meteen. Ja. Kan als het goed is ook tot de motor even mee rijdt. Of iemand van handhaving. Yes, rij maar hoor. Ik zie je zo. Hé, hey, ik vind die handboeitjes niet meer losser. Nou meneer, ik denk dat u net kansen genoeg heeft gehad om die handboeien gewoon te voorkomen, hè? Ja, ik hoor gewoon heel vriendelijk zijn tegen die persoon, ik zie die vaak hier. Ja, maar als wij hier, zeggen dat u hier niet hoeft te zijn, dan moet u ook niet hier blijven. Ja, maar ik wil gewoon lief doen. En dat jullie ook de moeite besparen om hem te dingen ze. Had je net gefouilleerd te start? Ja, hij is gefouilleerd. Okay, hij had ook alleen maar portemonnee en een zakje hars. Oh, oké. Okay. Heb ik bij me hier, dus... Top. Nou, wij kunnen in ieder geval als een van jullie misschien wel even meegaat. Of jij erachteraan of zo. Ja, ik krijg sowieso een B om zijn proces verbaal te tikken, maar ik gooi hem even bij jou erin. Ja. Wij komen wel naar HB gefietst. Ja, we zitten hier bij het Kamar, niet politie HB, hè? En voor hoe lang ga ik hier zitten? Voor het helpen van een andere persoon, maar nu toch proberen te helpen van een andere persoon. Nou, het zal niet helpen van een andere persoon worden, daar ben je niet voor aangehouden. Je bent namelijk wel aangehouden voor het niet voldoen van een ander bevel. De politie? Maar ik was toch uit de metro of niet? Ja, maar je komt gewoon weer, je begint weer waar we zijn geëindigd. Snap je? Je gaat gewoon verder. Dus we hebben je verzocht het gebied te verlaten. Dat is niet alleen die metro, dat is gewoon vliegveldgebied. Gebied is gebied en gebied is metro, voor mij. Punt. Ja, voor ons niet. Punt. Ja, wordt een mooie klachtmailtje. Ja, helemaal goed. Je kunt dadelijk ook naar de hulpofficier van justitie je verhaal doen. Die gaat sowieso alles toetsen. Ik weet niet of je verder je recht al hebt gekregen. Ja, nee, is me helemaal niks gezegd geweest. Nou, je mag in ieder geval een raadsman spreken, maar mijn collega zal het al even verder zeggen. Ja, ik zal het wel eventjes uitleggen, uw rechten, uw paar rechten. Ten eerste, u bent nu tot antwoord verplicht op de vragen die ik of een ander lid van de Koninklijke Marechaussee, CQ Politie, CQ Handhaving aan u vraag. U heeft het recht op een rechtsbijstand en consultatierecht. Dat wil zeggen met rechtsbijstand dat u tijdens het verhoor op eigen kosten een advocaat bij u mag hebben. En met consultatierechten dat u voor het verhoor ook op eigen kosten een
advocaat bij u mag hebben. Ziet u af van dit recht, kan het in uw nadeel werken, omdat een advocaat vaak meer juridische kennis heeft dan u. En u mag zo meteen binnen bij de HVA eventjes kiezen wat u doet. Of u afstand neemt van dit recht, gebruik wil maken. Dat is helemaal een... De insluittijd zal 6 uur zijn. Dat gaat in vanaf 9 uur morgen vroeg, omdat het al na middernacht is. Dat betekent dat dit rusturen zijn. Dat u zometeen een cel krijgt toegewezen, kunt slapen en dan morgen gaan ze er weer verder. Yes? Ja, als ik heb niet echt een keuze, maar wat is je naam? Dan weet ik dan wie de klachten mee om te sturen. Ja, ik ga zometeen mijn naam volledig op mijn papiertje zetten voor u. En dan weet u precies wie ik ben. Ik laat u straks ook eventjes mijn rijkspas zien. Yes? Ja, vraag dan maar de klachten mee, hè. U brengt me naar binnen. Als u dat wil. Maar goed, we gaan nu naar binnen. Ja, dat zie ik ook wel, weet je wel.